Welkom in deze serie van podcasts met als doel u achter de schermen van de Brailleliga te laten kijken en een overzicht van de activiteiten in 2021 te geven. In deze episode willen we het hebben over toegankelijke lectuur en hoe die te promoten en te vergemakkelijken. En daarvoor is Bart Verdikt aangeschoven. Hij is verantwoordelijk voor de Nederlandstalige afdeling van de Brailleliga. Lezen is een venster op de buitenwereld, wordt gezegd. Er is enerzijds de verhalenkoffer, maar anderzijds is er ook ABC of ABC, Accessible Book Consortium, binnen de Brailleliga voor Nederlandstaligen. Bart, kunt u mij iets meer vertellen over de verhalenkoffer en waarom is het zo belangrijk? Wel, zoals u inderdaad terecht aangaf, lezen ook natuurlijk. Maar lezen is plezierig, het is leuk, het is leerzaam. Het opent een venster op de wereld. Maar dan is het belangrijk dat kinderen ook van jongs af aan dat plezier leren ontdekken. Het plezier in lezen van boeken. Nu, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend, zeker niet als je blind of slechtziend bent. Er zijn heel wat mogelijke toegangswegen naar lectuur, maar het is belangrijk dat je die leert kennen. Je hebt recht op leesplezier, of je nu met je ogen, je oren of je handen leest. Nu, de verhalenkoffer is dan ontwikkeld om kinderen de verschillende mogelijkheden op vlak van lectuur aan te bieden. Is dat zo speciaal aan die verhalenkoffer? Kan u een concreet voorbeeld geven? Ja, wel. Kinderen die blind of slechtziend zijn, die gaan lezen door te luisteren naar audioboeken, naar e-books. Of gaan misschien in braille lezen. Anderen gaan in grote druk lezen. Je hebt ook boeken, men noemt dat voelboeken, waar in relief de tekeningen in afgebeeld staan. Maar heel veel kinderen en ook hun ouders zijn niet op de hoogte van al die mogelijkheden. De verhalenkoffer, heel concreet, bevat voorbeelden van al dergelijke boeken. Een brailleboek, een voelboek, een boek in groot letterdruk. Maar er zitten meer dingen in. Er zit ook een Daisy-speler in. Dat is een speciaal toestel waarmee je naar luisterboeken kan gaan luisteren. Speciaal in de zin dat het ook gaat onthouden waar je bent gebleven in het verhaal. Je kan hoofdstukken aanduiden die je wil lezen. En kinderen kunnen dankzij die koffer daarmee kennis maken. Er zit ook een iPad in. Ook weer voor e-books. En wat belangrijk is van, het is meer dan alleen maar, hier is de koffer, ga ermee aan de slag. Maar mensen van onze dienst voor begeleiding en hulp in het dagelijks leven, dat zijn ergotherapeuten, en mensen van onze dienstvrije tijd gaan in duo aan de mensen uitleggen hoe ze die koffer kunnen gebruiken. De mensen van de thuisbegeleidingsdienst, de ergotherapeuten, gaan eerder vertellen van, hoe kan je het materiaal nu concreet gaan gebruiken? Hoe werkt zo'n Daisy-speler? Hoe werkt die iPad? Die gaan ook aan de ouders uitleggen van, als je kind begint te lezen, hoe kan je dat dan op een goede manier begeleiden? Er is zo bijvoorbeeld een tekst, de 10 geboden van het lezen. Ik geef een paar voorbeelden. Ja, je hebt het recht om midden in een boek te beginnen. Je hebt het recht om een boek meerdere keren opnieuw te lezen. Je mag een boek stoppen als je het niet leuk vindt. Je mag het lezen waar je wil en in welke houding je wil. Lig je in de zetel? Zit je op het toilet om te lezen? Dat is allemaal oké. Het belangrijkste is dat kinderen met plezier leren lezen. Dat doen die mensen. Ondertussen gaan de mensen van de dienstvrije tijd aan de kinderen al het materiaal dat in de koffer zit tonen en uitleggen wat alle mogelijkheden zijn. Dan laten we die koffer bij de mensen achter. En 3 weken later komt die terug. En dan is er opnieuw een bezoek, een soort van feedbackbezoek om te kijken van hoe hebben de mensen het ervaren, hoe hebben de kinderen het ervaren. Echt alles in het belang van het creëren van dat leesplezier.
En hoe is die verhalenkoffer eigenlijk ontstaan? Ja, verschillende etappes waarschijnlijk. Eerst die bepaalde boeken, die methode. Hoe is dat gegroeid, die verhalenkoffer? De verhalenkoffer is een oorspronkelijk project van onze Franstalige diensten. En vanuit de Franstalige dienst Vrije Tijd en de bibliotheek. Omdat bij de Braille Liga vinden wij het plezier in lezen echt een hele belangrijke. Maar het zijn vooral de Franstalige collega's die dat ontwikkeld hebben. En dan, u zei het al, in die verhalenkoffer zit er heel wat verschillende mogelijkheden. En is het leren van Braille eigenlijk nog nuttig, gezien de ontwikkeling van de digitale technologieën? Is dat nog nuttig voor jongeren? Het is een heel begrijpelijke vraag, want je hoort het vaak van: God, mensen kunnen nu luisteren naar verhalen, dat is heel makkelijk. Waarom zou je dan nog Braille moeten leren? Wel, Braille is en blijft heel belangrijk. Het is pas door echt de woorden te lezen met je vingers, in dit geval, en niet alleen maar te horen, dat je gaat oefenen in bijvoorbeeld de spelling of de juiste schrijfwijze. Ik geef het voorbeeld uit een professionele context. Je ontvangt een mail, dan kan je perfect luisteren naar de boodschap die in die mail staat. Je wil antwoorden, dan ga je een mail terugschrijven. En je wil die nog eens nalezen om te kijken of je geen fouten hebt geschreven. Als je dan gewoon gaat luisteren, dan ga je niet horen of je bijvoorbeeld Leiden met lange ei of korte ei hebt geschreven, terwijl ja, het betekent iets totaal anders. Je hoort geen tussen en je hoort niet of je geen dt-fouten hebt gemaakt. En daarnaast is Braille gewoon soms ook heel praktisch. Je kan In je dagelijkse huishouden hele kleine labeltjes in braille plakken om te weten: dit is de kast met deze voedingsmiddelen bijvoorbeeld in de keuken. Of op een potje zit hier nu de suiker in of zit hier nu de koffie in. Ik geef maar wat voorbeelden. Dus het is heel handig. En wij blijven heel erg bepleiten dat mensen, jong en oud, Braille zouden blijven leren. En dan iets anders. Nu, Nederlandstalige lezers hebben sinds 21 toegang tot ABC. Ik zei het al in de inleiding. Dat is een wereldwijde uitwisselingsdienst voor boeken met mensen met een visuele handicap. Wat zijn de voordelen voor de lezer van die ABC? Wel, het voordeel is dat zij inderdaad, u zei het al, het is een wereldwijde bibliotheek, virtuele bibliotheek, dat zij toegang hebben tot heel veel boeken, heel veel werken. In totaal zijn er 600.000-tal boeken in 80 talen, waarvan een 30.000 in het Nederlands. Dus mensen krijgen in één tel toegang tot heel veel diverse boeken en naslagwerken. En wie heeft daar precies toegang toe? Wel, alle leden van de Braille Liga hebben daar toegang toe. Het nieuwe hier is ook dat niet alleen wij nu dat partnerschap hebben of lid zijn van dat netwerk, dat wij daarbij zijn aangesloten, maar dat dat ook de mogelijkheid geeft aan onze Nederlandstalige leden om langs de Braille Liga toegang te hebben tot die boeken. Het is eigenlijk heel makkelijk als zij daar interesse in hebben. Dan volstaat het van een mailtje te sturen naar bib@braille.be. En de bibliotheek zal dan voor toegangscodes zorgen. En daarmee kunnen zij dan terecht op de website. En dan als laatste vraag, Bart. Wat zou u aan mogelijke donoren willen zeggen? Want zonder hen krijgt Braille Liga het moeilijk om al die activiteiten te blijven doen. En wat zou u in twee woorden aan mogelijke sponsors of donoren willen vertellen? Het is heel terecht wat u zegt. De Braille Liga, de werking van de Braille Liga wordt voor het grootste deel inderdaad gefinancierd door giften, door giften van donoren, door legaten, door erfenissen. Er is maar een heel klein stuk van onze werking dat gesubsidieerd wordt door de overheid.
Wil de Braille Liga zijn missie kunnen blijven verwezenlijken? En dat is gewoon mensen van jong, mensen met een visuele handicap van de jongst mogelijke leeftijd tot de oudst mogelijke mensen blijven begeleiden naar zelfstandigheid, naar inclusie in onze maatschappij. Willen wij kunnen, we hadden het over de verhalenkoffer, willen wij dergelijke projecten kunnen blijven realiseren en blijven innoveren, dan is het inderdaad erg belangrijk dat wij daar ook financieel de mogelijkheid toe hebben. Dus een warme oproep naar al die mensen die nog op zoek zijn naar een goed doel om geld aan te schenken, van ook aan de Braille Liga te denken. Een mooie afsluiter voor deze episode. Bedankt voor de uitleg, Bart, en nog veel succes met uw activiteiten. Dank u wel. Dat is graag gedaan ook.